Nog veel blijer dat eindelijk die speeltuin klaar is. Dat die veel groter en mooier is geworden dan we ooit hadden kunnen denken. Dat we er ook nog een speelbos, een drakenbos bij hebben gekregen. En dat we vandaag hier met elkaar zijn om deze te openen. En dat we dat samen doen met de graven van Holland. En straks gaat de wethouder met de graven van Holland de vlag planten bovenop het kasteel. Dat moet veroverd worden. En dan is het eindelijk helemaal van de gemeente Schiedam. En dan mag iedereen er altijd komen spelen. We gaan het toch maken door het Drakenbos en daarna gaan we naar het kasteel. Ik geef nog even de microfoon aan de wethouder. Ja. Dank je, Lander. Doet je? Ja, hij zit een beetje... Iets dichtbij hoor, ja. Nee, dankjewel Jolande. Ja, wat je zegt, het is fantastisch. Ik bedoel, hebben jullie kinderen het een beetje naar je zin hier vandaag? Ja. Ik zie jullie echt allemaal ravotten kijken naar alle mooie mensen in middeleeuwse kostuums. Het ziet er echt fantastisch uit. En het wordt met het jaar dat ik hier sta eigenlijk steeds prachtiger, dankzij de vrienden van het Beatrixpark. En ik ben ongelooflijk trots dat we eindelijk weer een prachtig gedeelte weer zo tot grote hoogte hebben meegemaakt op te bouwen. Onder andere met Compaan geloof ik en nog andere vrijwilligers en mensen die ideeën hebben ingeleverd. Vorig jaar hebben we ook alle kinderen hier ook mee mogen schetsen. Dus ik denk dat dit wel het meest geslaagde opening is die ik in de afgelopen jaren heb meegemaakt. En ik kan niet wachten tot we met z'n allen in ieder geval die toren kunnen beklimmen. En we claimen in ieder geval dat dit weer helemaal voor ons is om te spelen. Yeah.